Stef, ja, wat zeg je na zo'n wedstrijd? 90 minuten dominant, maar zonder punten. Ja, zo zuur. Het is echt bizar. Ik was ongeloof. Ik zakte ook een beetje door de benen na de wedstrijd. Want het is heel bizar dat je deze verliest. Maar ja, het gebeurt wel en het zijn de feiten. Ja, je krijgt tig kansen. 18 corners heb ik geteld die je krijgt. En er valt er maar één in. Hoe kan dat? Ja, en die corners die komen ook tot stand uit kansen vaak, hè, dat je toch richting een goal gaat. Dus schoten die geblokt werden. Ja, er was veel druk en ontzettend veel mogelijkheden. Ik zeg niet 10 uitgespeelde kansen, maar wel, ja, en 2 goals. Ik moet ze nog terugkijken, ik kan daar nu niet heel veel over zeggen. Maar ook dat, weet je, het is gewoon te makkelijk tegen en te weinig rendement voorin. Ja, en dan gebeurt dit ook. Het is bizar. Ja, maar deze wedstrijd is eigenlijk het verhaal. Als je geeft hem in na 1,5 minuut, geef je die wedstrijd weg. Daarna probeer je nog terug te komen, maar je merkt eigenlijk dat het niet meer gaat. Nou ja, ik had wel het idee dat we in ieder geval nog gelijk konden maken. Dus dat het niet gaat is niet zo. En alleen ja, wat je aanstipt van dat het binnen een paar minuten weggeeft. Tegen Excelsior gebeurde dat ook een beetje. Dan spelen we ook een goede pot en dan geven we het ook binnen een paar minuten toen iets meer weg. Ja, en dat is gewoon ja, het is moeilijk je vinger nu op te leggen. Maar daar moeten we het wel met elkaar over hebben. Ja, meestal dit soort wedstrijden, maar dat je goed speelt, net als vorige week speel je ook goed. Maar je verliest, dat doet altijd wel iets met het moraal. Of zeg ik dan rare dingen? Ja, als je verliest doet het sowieso iets met het moraal. Het is gewoon frustrerend. Nou ja, goed, nu is de emotie nog groot, maar ik hoop wel dat we deze week gaan zitten en dat we wel zien dat we inderdaad toch een goede pot hebben gespeeld en dat we daar de goede dingen eruit halen, want je moet toch door. En het mooie van voetbal is dat we volgende week een hele mooie uitdaging hebben tegen de Graafschap uit en hopelijk kunnen we daar wel weer punten pakken. Ja, Graafschap uit, altijd een lastige pot, maar misschien is dat dan wel weer zo'n pot dat jullie kunnen verrassen, omdat ja, de Graafschap denkt dan toch tegen de Rode Lantaarendrager, misschien hoeven we een stapje minder te doen. Ja, ik merk ook wel in de wedstrijden toch dat de marges niet bijzonder groot zijn tegen Excelsior, die mee willen doen bovenin, spelen we ook een goede pot. Dus ik zeg niet dat het makkelijk wordt, maar ik zeg ook niet dat we kansloos moeten zijn daar zo. Ik zie het wel met goede moed tegemoet, zeg maar. Onder de mom, je kan niet slecht of goed blijven spelen en maar blijven verliezen, toch? Ja, dat zo kan je het ook zeggen, ja.